Gea en haar fiets waren onafscheidelijk. En dat is niet zo raar, want zonder fiets kon Gea de deur niet uit. En dan een vervelend probleem voor een mevrouw in Hengelo. De gemeente dreigt haar driewieler af te pakken, terwijl ze er juist afhankelijk van is. Ja, ik heb 4 jaar binnen gezeten, dus ik was blij dat ik die fiets kreeg, want dan kon ik er weer uit. Het is al meer dan een jaar terug. Daar kan ik nergens mee, niet nog meer zo. Dus een jaar lang ben je eigenlijk amper de deur uit geweest? Alleen maar opgehaald voor naar afspraken toe, maar verder niks. Vervul je je niet soms helemaal te pletter hier? Het enige wat ik kan doen, ik ben blij dat ik via mijn moeder nou een tv heb. Want ik had eerst ook geen tv hier. Deze wat ik overdag altijd kijk is RTL Crime. Dit is gewoon politiewerk en zo, hè. Dus, zoals NCI New York of NCIS Miami. Deze rat is een beetje jouw huisgenoot geweest afgelopen... Ja, dat is al mijn huisgenootje sinds ik uit Arnhem kom. Een jaar geleden, hè? Toen was je natuurlijk best wel veel in het nieuws. Ja, in die periode was ik heel erg overstuur. Daar kan ik nergens mee, niet naar mijn zoon, niet de stad in of zo, zelf boodschappen halen. Dan ben ik echt afhankelijk van iemand die alles voor mij gaat doen. Nou, dan kan je niet verlangen van iemand. Dat heeft mijn begeleider Niek Straatman elke keer gedaan. Die is elke keer voor mij elke vrijdag naar de voedselbank gegaan. Of een van zijn collega's. Maar volgens mij, vanaf nu... Vanaf nu zou ik het zelf kunnen doen. Toppie. Gelukkig maar. Deze video krijgt toch nog een happy ending. Want na een jaar wachten stond plotseling deze beauty op de stoep. Dat is best een mooi apparaatje nog. Ja, mooi. Hè? Het is bijna net zoals brommerijen en scooterrijden, alleen iets anders, hè. Hij rijdt lekker, of niet? Ja. Hoe voelt het? Heerlijk. Nou, ik zou zeggen, goede reis. Dankjewel. Doei.